Ruim 2 miljoen Nederlanders zijn op dit moment alleenstaand. En naar verwachting blijft dat aantal alleen maar groeien. Sommige mensen zijn bewust alleenstaand, maar meestal zijn singles toch op zoek naar die ene leuke man of vrouw. Maar hoe vind je nou de ene partner die echt bij je past? Elke relatie begint met een eerste date. En ik ben op zoek naar iemand die echt bij me past. Als je er eentje leuk vindt, leg je gemakkelijk contact. Zo ontstaat er via gemiddeld elke 5 minuten een nieuw succesverhaal. Daarom krijg je alleen bij ons de beste dategarantie. Gelikte filmpjes met louter mooie, succesvolle mensen. Dating sites doen er alles aan de groeiende groep singles te lokken. Mensen zijn druk, ook met carrière bezig, stellen de partnerkeuze uit en komen op een gegeven moment ook op een leeftijd dat ze niet meer zo snel mensen ontmoeten zoals ze in hun twintiger jaren ontmoeten. Het taboe is er wel af, toegeven dat je via internet naar een partner zoekt. Maar hoe vind je op die dating sites precies die ene man of vrouw die bij jou past? Je ziet in foto's dat mensen echt van die ontzettende fotografen foto's erop zetten. Ja, dat heeft niks met de werkelijkheid te maken. En ja, uiterlijk is natuurlijk sowieso maar één ding, maar ook op zo'n profiel. Ja, je zet er iets op, al je leuke kanten, want je wil een match vinden. Maar je bent natuurlijk niet een eendimensionaal persoon. Je bent het volledige plaatje met al je nukken en grillen. En dat moet matchen. Kort gezegd heb je twee soorten sites. Sites waarop alleenstaanden zich met foto's en wervelende profielen presenteren. En sites die zich richten op inhoud. Je beantwoordt vragen over jezelf en de computer koppelt je aan iemand die bij jou past. De test bekijkt het de karaktereigenschappen die relevant zijn voor het opbouwen van een langdurige relatie. Zoals? Dat kan zijn behoefte bijvoorbeeld aan intimiteit. Dat zou wel prettig zijn als dat een beetje hetzelfde is bij beide partners. En anderzijds ook, hoe ga ik om met frustraties? En als dat bij beide partners hetzelfde is, bijvoorbeeld als alle twee heel koppig zijn, dan is het wat minder goede combinatie. Wat werkt wel en wat werkt niet? Zo claimt Joost de Jager dat via zijn site singles liefst 38% kans maken op een langdurige relatie. Bij sites waarop gebruikers zich met allerhande mooie foto's en profielen in de markt zetten, ligt dat percentage veel lager, 7%. Vaak beweren mensen maar wat. Zo zegt deze ronduit mollige vrouw van zichzelf vol slank en trendy te zijn. Surf je even verder, dan kom je een vrouw tegen die een man wil, maar ook homoseksueel zegt te zijn. En islamiet. Iedereen schrijft zijn eigen profiel. En, dus die kunnen daar van alles op zetten. En de vraag is van hoe goed kennen die mensen zichzelf al, als ze in ieder geval eerlijk zijn. Lisanne van 39 had de afgelopen 2 jaar 10 dates. Leuke ontmoetingen, maar nog geen match. Inmiddels is ze erachter wat er misgaat. Ze zoekt de ideale man. Maar die bestaat niet. Ik denk dat ik wel de neiging heb om soms op de verkeerde te vallen. Ja. Ik denk dat dat wel vooral ook te maken heeft met mezelf. Omdat ik het ook wel lastig vind om mezelf te binden. Dus dan is het makkelijker om te kiezen voor iemand die dat ook lastig vindt. Want dat is veilig. Maar ik zou dat wel eens willen veranderen. Ik denk dat niet iedereen goed inzicht heeft waar ze echt naar op zoek zijn. En misschien nog te vaak op zoek zijn naar een soort ideaalplaatje. En dat ze daarom zich misschien richten op aspecten die misschien uiteindelijk wat minder belangrijk zijn. Jezelf kennen als sleutel naar het vinden van de ware liefde. Om die reden zoekt Lisanne contact met Mimi. Mimi's bureau geeft na een uitgebreide meting en een persoonlijke analyse een specifiek relatieadvies. Hier ligt het profiel van iemand die authentiek zelfstandig is. Je hebt graag de touwtjes in handen, daar ben je wel leidend in. Je bent ook een empathisch persoon. Je bent iemand bij wie mensen zich snel op hun gemak voelen. Mm-hmm. Communicatief ben je ook sterk. Ja, ik denk dat ik in een relatie communicatief misschien wel sturend ben, maar niet zo sterk. Als ik dus iemand kies die daar zelf ook niet zo sterk in is, mm-hmm, is dat niet heel handig. Probeer voor jezelf dan ook een beetje de afweging te maken van, is dat nou die spannende man waar ik voorheen op zou vallen, die me aantrekt? Want dat is eigenlijk niet waar je naar op zoek moet gaan. Je bent op zoek naar iemand bij wie je je veilig kan voelen. En vaak is het toch zo dat die spannende mannen jou dat stukje niet gaan geven. Lisanne, kun je nou wat mee?
Ja, ik denk het wel. Ik heb gedate met mannen die absoluut hun eigen leven hadden. Hele interessante mannen. Maar dat waren toch inderdaad ja, vrije vogels. En, er zat verdomd weinig voor mij in. Ik wil wel echt een vent, maar wel iemand die bereid is om commitment aan te gaan. Die echt voor jou gaat? Ja, ja. Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is. Het maken van een juiste partnerkeus gaat over jezelf heel goed kennen. Want het gaat om jou. En hoe ideaal en leuk die ander ook kan zijn, die partner. Het gaat erom dat hij of zij echt bij je past. Wordt het een mooie zomer? Dat hoop ik. Daar ga ik wel vanuit. Succes. Dankjewel. En dames en heren, dit was één vandaag voor u. Hele fijne avond. Tot morgen.